Yo mensen, verblijf ik kanaal, mijn naam is Mick en ik sta vandaag op een dak. Wow, cool, toch? Ja. Oké, ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video, want we gaan naar de bal in dat schieten. Dat is een prullenbak of een container of hoe je het ook wil noemen. Wat wij gaan doen is dus vanaf hier de bal erin schieten. Ik doe dit niet alleen, ik doe dit met Jesse! Harder. Jesse! Met Jesse! Oké, laten we gewoon meteen beginnen. We gaan allebei eerst 5 keer schieten. En we gaan het gewoon doen. Ik ga gewoon meteen beginnen. Doe je duimpje omhoog voor deze voetbalvideo. Op een dak, oké. Schot nummer 1. Schot nummer 1. Ja, meteen nummer 1 gaat erin. Oké, schot nummer 2. Aangezien ik toch wel ga winnen, doe ik even een rabonetje. Ah, dat moet ik dus niet doen. Nee, ja, ik heb nog 3 schoten. Komt goed. Oké, schot nummer 3. Deze gaat er wel even in. Moet je niet te hard schieten, want dit gaat zo omhoog. Ja. Ja, je moet ook niet te zacht schieten. Kom op, met de stuiter. Kom op, met de stuiter. Nee! Waarom ga je naar rechts? Gaat rechts. Oké, ik vind dat Jesse daar ook een beetje wat trickshots moet doen. Dus ja, we doen gewoon nog een trickshot. Jesse doet dat dadelijk ook wel. Wij stuiteren hoger. Nah, kut. Oké, laatste bal. Nummer 5. Die gaan we wel even normaal doen. Was zo in 1 keer. Kom op, verder leggen. En dan. Yes! Yes! Kom op, verder leggen. En dan. Yes! Yes! Nu moet ik iets cools doen. Yeah! Ik ben er niet ook even gewonnen, want Jesse gaat nu op het dak. Dus ja, let's go. We gaan weer terug. Yeah, boy! Oké, jongens, nu ben ik aan de beurt. Ik moet er even meer dan 1 krijgen. En ik ga 1 trickshot. Laten we meteen beginnen met de trickshot. Als ik deze raak, hè. Oh! Nou, ik kwam in de buurt. Oh! Bijna. Bij de buren. Hoe krijg ik het voor elkaar? Je kan als geen schat hoe hard je moet schieten. Jongens, dit is mijn laatste schot. Als ik deze niet raak, heb ik gewoon verloren van Mick. Spanning, jongen. Ja! Nee! Nee! Houd je mond! Ik ben er klaar mee, doei. Ja mensen, opeens ben ik hier in mijn kamer met een mooie witte achtergrond. Wat is het toch geweldig. En opeens ben ik ook een vlogger zoals je ziet. Ik snap er niks meer van. Wat gebeurt hier? Nou, wij zijn gewoon de outro vergeten van deze video. Hopelijk vond je dit concept vet. En ik weet nu wat de gemiddelde comment wordt. En dat is zo van, Mick, de video is wel heel erg kort. En ik weet dat die kort is. En ik vind dat ook echt heel kut. Echt. Eerlijk waar, ik vind dat irritant. Maar het is zo. Ik kan er niet meer van maken. Als ik er meer van ga maken, wordt die saaier. En dat is ook niet leuk. Helaas was het dus een vrij korte video. En ik heb dat verkeerd ingeschat. Ik dacht dat die wel iets van 6 minuten was. Maar in compensatie daarvoor, als ik dat goed zeg, is er morgen een hele leuke video. Morgen om 7 uur komt er namelijk een pack opening online. Waarin ik het Team of the Season walkout ga packen. Lekker jongens. Gewoon een Team of the Season BPL walkoutje. Dus een walkout uit de BPL tots. En ja, die is vrij goed. Ik kan het je zeggen. Die is vrij goed. En daar was ik ook vrij blij mee. Dus doe even jouw duimpje omhoog als je hyped bent. Morgen om 7 uur dus op mijn kanaal. Een beetje in compensatie voor deze korte voetbalvideo. Hopelijk vond je alsnog deze voetbalvideo leuk. Voetbalvideo's zijn wel wat specialere video's dan normaal. Dus ja, dat is dan toch weer voor die 2 minuten. Sorry daarvoor, maar we gooien wel een keer een extra lange voetbalvideo online. Als me dat gaat lukken, waarschijnlijk niet. Ik ben echt slecht in lange video's maken. Ik schat altijd verkeerd in hoe lang ze zijn. Dan ben ik aan het editen en dan ben ik klaar van zo'n... Oh, hij is vrij kort, ja. Maar ik kan er niks meer aan veranderen. Ik kan wel blijven praten, maar morgen om 7 uur moet je dus even de pack opening kijken. Want die is super awesome en die is ook wat langer. Yes. Oké, doe je duimpje omhoog. Abonneer als je niet op kanaal. Abonneer ook even op Jesse die meedeed aan deze video. Volg me op Instagram, want ik wil likes. Ik wil gewoon 1000 likes per foto. Dus volg me even op Instagram. Of like een keer mijn foto's als je hem ziet. Want mijn foto's worden 5000 keer bekeken en 700 keer geliked. Waarom ben ik niet likable? Mensen haten mij. Als ik kon disliken, waar had ik 4300 dislikes op mijn foto. Oké, ik blijf maar praten. Ik moet stoppen, want ja, jullie zijn te leuk om mee te praten. Dus morgen zie ik jullie weer om 7 uur met een Team of the Season BPL walkout. Mick out.